Vice-president Ashwin Adin vertegenwoordigt Suriname op een summit van staatshoofden en regeringsleiders van de Amazone-regio. Adin is vanmiddag samen met de andere staatshoofden van het Amazonegebied aangekomen in Leticia, Colombia, waar de summit gehouden wordt. Het doel van deze staatshoofdenvergadering is onder andere gezamenlijke pogingen te ondernemen voor de bescherming en het duurzaam gebruik van het Amazonebekken, de preventie en beheersing van natuurrampen, inclusief bosbranden, met inachtneming van de principes van nationale soevereiniteit. Dit alles zal worden bereikt middels het vaststellen van een pact voor de bossen van de regio, die gericht is op conservering, ontwikkeling en duurzaam gebruik. Deze summit moet ook geplaatst worden tegen de achtergrond van de internationale reacties op de bosbranden van het Amazone-regenwoud. De verschillende staatshoofden en regeringsleiders hebben hierbij de nadruk gelegd op het principe van soevereiniteit. Suriname heeft eveneens aangegeven dat het Amazonebekken uit meerdere landen bestaat. Een gezamenlijke aanpak biedt de beste opties voor duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen voor welvaart voor de onderdanen van de respectieve landen die deel uitmaken van dit gebied.